School natuurlijk, school met de Bijbel. En dat is zo begonnen. Aan de achterkant hebben we hier nog een speltuin. Zo toen is het daar begonnen. En zo toen ging de school met de Bijbel, die ging dicht. En toen is het dan eigenlijk een buurt- en speeltuinvereniging geworden. Het is begonnen met een speeltuin? Het is begonnen met een speeltuin, ja. Wanneer is dat begonnen? Nou, toevallig is het dit jaar 75 jaar bestaan. Dus kunnen we nagaan hoe lang dat al terug is. Ze zijn natuurlijk allemaal groot. We hebben hier van alles gehad natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld playback shows hebben we hier gehad. Dat was helemaal, heel de tent van binnen was ontregeld. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Zo'n succes was dat. En dat zijn de jongens die allemaal een beetje aan het verhuizen zijn geweest. Dat er heel wat, Als het weggaat, dan krijgen we helemaal grote problemen denk ik met deze buurt. Want dit is groot gebracht eigenlijk hier ook. Ook de jeugd, wat de ouderen hier wonen, die hebben er alles voor ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Het zal ook erg wezen als het weggaat natuurlijk. Voor een hele hoop mensen ook. Van alles te doen voor mij als kind zijn. Ja, En we gingen op de fiets overal naartoe. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Ja. We gingen zomers, want oma woonde op Krommeniedijk. Of 's winters, dan gingen we over het ijs. Dan gingen we land over zand. Dan gingen we naar oma. Dan gingen we schaatsen. Ja. Ja, dat schaatsen heb ik hele leuke herinneringen aan. Ja. Mijn moeder was, die stond altijd achter de bar. Ja. Als er feestjes en partijtjes waren, mijn moeder stond altijd achter de bar. En die heeft heel lang ze dat volgehouden. Zeker tot ze in het verzorgingshuis zat, stond ze er af en toe nog wel eens een keertje. Tante Nel, ja. Dat ze 80 jaar werd, hebben we nog een groot feest gegeven daar zo van haar. Dat was erg leuk. Ja, iedereen kende Tante Nel. Ja. Dus dat was hartstikke leuk. Ja. Nou, dit was natuurlijk een paleisje. Dus er was een toilet, er was een douche. Er was een gijzer. Dus het was heel, dat vond ik helemaal eigen slaapkamer. Het was echt geweldig. En we hadden een douche en de hele buurt had bijna geen douche. Dus dan kwamen ze binnen en kwamen ze vragen aan mijn vader en moeder of ze mochten douchen. Hij had mijn moeder een potje staan voor de elektrometer. Dus ze gooiden mensen een muntje in het potje voor de elektrometer. En heel veel mensen die zijn er misschien tegen, maar ja, het is natuurlijk allemaal zo oud. Ik denk dat als er allemaal straks mooie nieuwe woningen komen te staan, dat het echt een hele mooie wijk gaat worden weer. Ja. Dus dat, ik denk dat dat wel leuk gaat worden. Ja. Ja. Ik vond dit natuurlijk altijd het mooiste punt. Ja, dat was het nieuwe huis van ons. Dus de sociale controle was altijd heel erg sterk aanwezig. En dat versterkte je hele eigen gevoel ook. Ik bedoel,
ben de laatste tijd wel eens niet zoveel meer hier aanwezig. Maar als ik weer kom, altijd kom ik mensen tegen. Overal maak je een praatje. Dus dat zijn toch wel de aangename dingen die ik meegekregen heb. Door veel met elkaar op te trekken en ook overal waar je kwam, daar was je welkom. Ik bedoel, zowel bij katholieken als bij christelijke mensen, want die wonen hier allemaal door elkaar heen. Wij waren dan niet gelovigen, maar het maakte niet uit met wie je speelde. En ook kwam je over de vloer bij de mensen. Van, buurvrouw, we hebben weer een visje voor je gebakken. En dat soort dingen, dat gebeurde allemaal. Het was heel normaal dat je elkaar van alles gunde natuurlijk. Wij als jongens, als we wat groter werden, dan zat er natuurlijk wel eens wat kattenkwaad in. En dan probeerde je natuurlijk wel eens bij achterom te gaan om wat peren en wat appels te poeren. Nou, voordat ik thuis kwam, wist mijn moeder het al. Dus zo zat de sociale controle ook in elkaar. En dan had je natuurlijk hier het schoolplein, waar we toch wel met grote getallen altijd elke dag aanwezig waren. Je voetbalde van na schooltijd tot etenstijd aan toe en snel eten en dan ging je weer tot donkers aan toe. Dus hier ben ik eigenlijk een beetje gevormd. Je had wel een mevrouw, dat was dan de oppasmoeder. En die noemde je Opoe Bas. En die woonde dan daar in dat punthuis. En die hield alles in de gaten. Ja, als er wat kattenkwaad uitgehaald werd of kinderen die waren een beetje baldadig, dan corrigeerden ze je. Maar dat was een fijn gevoel. Je voelde je altijd thuis. Je lette niet zo erg op elkaar van of de een het beter had dan de ander. Dat kwam helemaal niet ter sprake. Daar speelden dus opschuildertjes in. En als je die steeg inliep, dan was er halverwege, rechtsaf, was er weer een klein steegje. Dan liep je tegen een schuur aan en dan ging je bij de mensen achterom. En er waren kolenhokken aan de schuren gebouwd. Twee kolenhokken. En dan kon je van het ene kolenhok op het andere kolenhok en dan kwam je weer in de andere steeg. En dat gaf zo'n prachtig gevoel, want je was altijd onbereikbaar. Je was altijd weg. Ik ben hier geboren op 27 januari 1947. Een hele strenge winter. De sneeuw lag tot de raamposten aan toe. Maar ik ben ook nog een van een tweeling met een broer en die heet Piet. En het leuke ervan is, mijn opa en oma, die woonden toen in Wormer, daar heeft de gemeente een geul voor gegraven om die mensen hier naartoe te krijgen, dat ze mijn moeder en ons dan kon bezoeken. Want een tweeling in de familie kwam nog helemaal niet voor. Wij deden heel veel verstoppertjes spelen. Of twee vangen, twee zoeken, twee vangen. We deden knikkeren, touwtjes springen. En ja, het was hier gewoon heel gezellig met de hele buurt. En we gingen natuurlijk met z'n allen naar de speeltuin. Luidelijk nacht, dan gingen wij met een stel buurkinderen altijd vroeg op. En altijd te vroeg, hè. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Maar ja, daar trokken we ons niks van aan. We doken de flat in die in aanbouw was. Dat was de Serumskerkstraat. En aan de overkant van de Serumskerkstraat, daar was het luilakvuur. Maar ja, we werden gesnapt door de politie. En dat was heel erg, want ik moest zo nodig, maar ik mocht de flat niet uit. En toen tot overmaat vooral de politieagent, dat was meneer Noom. En meneer Noom was zelf heel streng, maar ook voor zijn kinderen. En ja, hij hield ons vast tot het echt tijd was dat we eruit mochten. Ja, en dan was het natuurlijk naar het vuur toe en korrie rijden, warme bollen halen. Maar vernielen was er niet bij. Het was gewoon geweldig.